Rond de ijstijd was Friesland een kaal en droog zandlandschap dat van zuidoost naar noordwest een beetje scheef lag. Zo'n 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de laatste ijstijd. Met het opwarmen van de aarde begonnen de ijskappen te smelten. Het gevolg hiervan was een stijging van de zeespiegel. En ook het grondwater kwam omhoog. Er konden weer planten gaan groeien. En als die in een zompig zoetwateromgeving afstierven, werd er veen gevormd. Hierdoor werd het land langzaam opgehoogd. Zo'n 7500 jaar geleden kwam de zee terug in de gebieden die nu bij Noordwest-Friesland horen. Als de zee het land overspoelde, kon het zoute zeewater de grond intrekken en het grondwater verzilten. Als de zee zich bij eb na een overstroming terugtrok, bleef er een laagje klei achter. Al die laagjes bij elkaar vormden de Friese kleigebieden. Vanaf dit moment hebben we geprobeerd de situatie te reconstrueren. We onderscheiden de volgende gebieden: de Waddenzee, de hoge kleigronden, de westelijke veengebieden, de oostelijke veengebieden en de hoge zandgronden. We hebben een dwarsdoorsnede genomen vanaf Dwingelo in Drenthe tot een paar kilometer in de Waddenzee. Als we kijken naar de diepere bodemlagen, zien we zand, waar het grondwater goed doorheen stroomt, en we zien kleilagen die het water tegenhouden. We gaan ervan uit dat het grondwater onder Friesland tot zo'n 200 meter diep zoet was. Omdat de hoge zandgronden hoger liggen dan de Waddenzee, stroomt het grondwater richting de Waddenzee. We beginnen de berekening rond 5500 voor Christus. De zee is dan gestegen tot 2 meter onder het huidige NAP. Door de overstromingen kan het zoute water van bovenaf de grond intrekken. Maar vooral van onderaf trekt het zoute water het land in. Aan de oostkant van de hoge kleigronden wordt dit zoute water tegengehouden door het water dat vanaf de hoge zandgronden komt. In de loop van duizenden jaren wordt die barrière wel steeds zwakker, omdat de zeespiegel langzaam doorstijgt van 2 meter onder NAP naar de huidige stand van ongeveer NAP. Vanaf het begin van onze jaartelling krijgt de mens steeds meer invloed op het watersysteem. Zo hebben we in de berekening aangenomen dat rond het jaar 1500 de noordelijke kleigronden in één keer bedijkt zijn. Vanaf dat moment komt er geen zeewater meer op het land. Net als in het oosten wordt het grondwater van bovenaf gevoed met zoet regenwater. Heel snel gaat die verzoeting niet. In 1650 is er nog weinig veranderd. Omdat de mens het veen gebruikt als brandstof, werd het maaiveld steeds verder afgegraven. Doordat het maaiveld lager wordt, wordt het grondwater vanaf het zuidoosten nu door de oostelijke veenpolders afgevangen. De barrière die eerst bij de hoge kleigronden lag, verschuift naar de oostelijke veengebieden. Het front in de grond kan zich verder landinwaarts verplaatsen. Al gaat dat heel langzaam. Omdat niemand dat in de ondergrond opmerkt, gaan de mensen gewoon door met veen afgraven en pijlverlagingen. We zien nu ook al dat er door een gat in de diepe kleilaag vanuit de diepte wat zout water omhoog komt. Ook op de hoge kleigronden wordt het pijl verlaagd, waardoor bij de kust weer nieuw zout water via het grondwater wordt aangetrokken. In de berekening laten we in 1960 een drinkwaterwinning starten, vlak bij het gat in de kleilaag. Ondanks de verdringing van zoet water lijken de veranderingen tot zover nog niet voor heel veel problemen te zorgen. Maar hoe zal dit in de toekomst zijn? Wat als uiteindelijk al het veen verdwenen is en de zeespiegel verder stijgt? Hoe gaat dat dan? Als je maar lang genoeg rekent, komt er wel erg veel zout grondwater onder Friesland. We moeten ons daarom afvragen of we deze processen niet te veel versnellen en of we moeten ingrijpen. Het leert ons dat we in ieder geval voorzichtig moeten zijn. En misschien kunnen we nog dingen verzinnen om het zoute water tegen te houden. Provincie Friesland, Wetterskip Friesland en Vitens gaan hier de komende tijd nog verder mee aan de slag.